Ik koop mijn groenten en ook mijn vlees koop ik altijd bij kleine winkeliers, kruideniers zoals deze. De producten zijn ferm goedkoper en veel beter van kwaliteit en verser. Ik ben uit België gekomen. Magazijnier was het laatste werk wat ik gedaan heb. Toen ben ik door mijn rug heen gegaan. Halfjaartje thuis gezeten en ja, depressief geworden. Ik heb in een ziekenhuis gezeten. En ik heb in het ziekenhuis zelf besloten voor mezelf dat ik niet meer mee wilde rennen met heel die boel. En ik wil dingen doen waar ik echt achter sta. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Zit er al in? Zo, goedemorgen kinderen. Eerst met jullie. Hallo. Nou, jullie kennen me dus nog? Ja. Kijk, zie. Weten jullie wat wij gaan doen? Ja. Ik verkleed mezelf dus als superheld. En dan ga ik naar de kinderen toe. En dan leren ze op een speelse manier met gezond eten omgaan. En wat gezond is en wat niet zo gezond is. Wie eet er allemaal boterhammen vanmiddag? Ja. Zie, dat zijn er veel, hè? Jullie mogen allemaal jullie brooddoos eens halen. Kinderen krijgen slechte lunches mee en dergelijke. En dat werd alarmerend. En dat doet het project hopen een beetje recht te zetten. En wat heb jij op je bruine boterhammetjes? Speculoos. En waar zou jij speculoos neerzetten op de driehoek? Dat is snoep eigenlijk, hè? Dat moet je hier neerleggen. Dus eigenlijk heb je iets heel gezonds. Met iets van, weet je wel, een beetje zo. Ik ga jullie allemaal een bordje geven. Dus jullie mogen een bordje pakken, jullie krijgen een boterham van me. En dan mogen jullie zo op het gemakje een beetje beginnen met decoreren. Ik ga dat snijden voor boterhammen te maken. Met gezichtjes. Ik heb nog een wenkbrauw. Een mondje. Ik kom eens even kijken naar jullie mooie boterhammen. Hebben jullie er een beetje plezier in gehad om het te maken? Ja? Oh my, zo gaaf zeg. Super wild. Die vind ik ook heel mooi daar zo. Maar wat heeft hij nou allemaal op zijn gezicht, al die puntjes? Sproetjes, maar jij hebt ook sproetjes. Dus daarmee natuurlijk. Nog nooit? Kinderen lusten wel groente en fruit. Je moet het gewoon een beetje leuker maken voor ze.